Hallo, Jörn hier. En dus deze video ga ik tonen hoe je met een snoer spanning kan steken op een verdeelbord. Dus we hebben hier nog geen vaste elektriciteit. Er komt nog elektriciteit binnen via de gebuur. Dus ga ik al met een snoer, gewoon met een verlengkabel, maar dan met een snoer, spanning steken op het verdeelbord, zodat we de stopcontacten kunnen laten werken. Dus hier komt de hoofdkabel toe van de tellerkast, maar we hebben nog geen elektriciteit op de tellerkast, dus gaan we deze voorlopig terug losleggen. En wat is het in de meeste gevallen, kan je er gewoon een snoer op aansluiten. Dus we plaatsen hier een snoer en we leggen dan twee brugjes, zodat we op iedere fase spanning krijgen. Maar onze verlengkabel ligt buiten, dus van de buren tot bij in de tuin hier ligt er een verlengkabel. En dan hebben we stromen stoken op de kabel die we buiten geplaatst hebben voor de stopcontacten buiten. Dus we hebben deze nu voorlopig gebruikt en spanning opstoken. Dus dat zijn deze draden. Dus het is eigenlijk hetzelfde principe, maar gewoon doen de kabel in plaats van de snoer. Dan twee brushes. Voilà. Voorlopig simpel aangesloten. Nu kunnen we de stopcontact buiten terug inpluggen. En kunnen we eigenlijk overal waar we willen spanning op de kringen gaan steken. Voilà, het stopcontact is ingeplugd. We gaan een keer controleren. Twee derde volt.
Voilà, dus hier gaan we overal 230 volt hebben. Yes. Dus nu kunnen we eigenlijk de automaten inschakelen die we nodig hebben. Deze online. Voilà, zo kan je dus de spanning al steken op je verdeelbord. Bedankt voor het kijken, duimpje omhoog, abonneren en tot de volgende. Doei!